Hi, jij daar. Je kijkt naar een video van Gamersnet. En Gamersnet is natuurlijk een website vol met game news, trailers, reviews, previews. En dat is het al voor bijna 15 jaar, of meer dan 15 jaar zelfs. Het punt is, misschien bestaat Gamersnet niet oneindig. Misschien gaan we niet de wereld overheersen. Misschien gaan we niet de grootste van Nederland worden. Nee, misschien gaat het juist wel allemaal de andere kant op en gaat Gamersnet failliet. Verdwijnt de hele website, verdwijnt ons medium, onze naam, onze bekendheid. Alles kan in duigen vallen en daarom is de goede vraag van deze week dan ook: wat zou je doen als Gamersnet er niet meer was? Deze zeer confronterende vraag kwam binnen van Bjorn? Ik weet niet hoe je het uitspreekt. PicArts, ik denk ook niet dat dat je echte achternaam is. Maar anyway, Bjorn, thanks voor die vraag. Nou verneuk ik echt alles met woorden. In ieder geval, bedankt voor de vraag. We gaan hem beantwoorden. Wat zouden we doen als Gamersnet er niet meer was? Yo, Bjorn. Fucking goede vraag. Wat zou ik doen als ik Gamersnet niet had? Dat is wel echt een ding. Kijk, nu weet ik het wel. Als ik nu Gamersnet failliet zou laten verklaren, zou ik gewoon met onze tuk-tukjes gewoon miljonair worden waarschijnlijk. Binnen een jaar zou ik er 5 hebben waarschijnlijk, want dat is een mooie markt. Maar als je het echt hebt over mijn droom van vroeger. Ik wilde vroeger altijd, jullie weten natuurlijk, ik ben natuurlijk ontzettend geestig. En vroeger wilde ik heel graag stand-up comedian worden. En dat heb ik ook wel geprobeerd. Ik heb wel echt zaaltjes geboekt en zo. Ik ben zo geacteerd. Dat is niet leuk. Ik voel me echt voor lul gezet nu. Nee, serieus, ik ga het nog een keer doen. Even zitten, even vind ik niet leuk. En dan nu, dat hoeft toch helemaal niet zo goed. Flik het erop. Schrijf maar naar huis. 10 euro voor een kaartje, gaan we een beetje belachelijk zitten maken. Maar goed, de kans dat was geslaagd was best wel sterk, want het is ook nooit geslaagd. Dus dat was waarschijnlijk niet gelukt. Ik zou het best wel vet vinden om filiaalmanager van de Game Mania te zijn. Dat lijkt me zeer best wel vet. Het is best wel veel staan en best wel vermoeiend werk. Maar het lijkt me ook wel leuk, je eigen schapje en zorgen dat alles een beetje recht staat en vragen beantwoorden van hele domme mensen. Dat lijkt me gewoon best wel tof. Ik heb een kind van Ark, dat vindt hij leuk. Maar het is eigenlijk makkelijk, het is altijd Minecraft. Maar GTA, mag hij niet spelen. Dus dat, ik denk gewoon in een winkel iets tofs of zo. Of gewoon de wereld veroveren door de Game Kings over te nemen en dan Game King te worden. Bjorn, wat een confronterende vraag. Het doet echt pijn. We hopen allemaal dat Gamersnet nog honderden jaren meegaat, dat we de wereld uiteindelijk ermee overheersen. Maar natuurlijk, het andere doemscenario is natuurlijk dat we helemaal ten gronde gaan. En ik heb er even over nagedacht wat ik dan zou doen. En het is een heel stappenplan. Hè. Ik probeer mezelf hier te redden. Ik denk een beetje tactisch door. Wat ik ga doen is, allereerst, ik word YouTuber. Dutch Tom, dagelijks HD of zo, weet ik veel, iets in die richting. Maar daarnaast zou ik eigenlijk gewoon willen doen wat ik nu ook doe. Dus wel een beetje nog steeds schrijven over games en misschien een beetje presenteren. Dus dat zou deels in YouTube kunnen, in combinatie met, weet ik veel, een blogje en een vlogje. Misschien ook wel doorstappen naar een andere website, naar een ander medium of zo, voor zover het kan. Maar ik denk dat het neerkomt op freelance werk doen, beetje YouTube erbij en om het af te sluiten en om gewoon de kosten te verdienen, want er zit echt nul geld in YouTube en gamejournalistiek, dat weten we inmiddels allemaal. Zou ik gewoon, weet ik veel, barman of zo erbij pakken. Ik heb 2 jaar lang achter de bar gestaan toen ik nog wat jonger was, toen het nog net mocht. dat vond ik leuk. Dus ik zou gewoon, ik denk in de horeca gaan werken met een klein beetje freelance erbij en in de tussentijd proberen een YouTube-Twitch fenomeen te worden, zoals elke andere 12-jarige nu in Nederland. Dus dat wordt een leuke competitie. Dus als Gamersnet eronder gaat, ik zie jullie YouTubers. We zien elkaar en we gaan vechten om die likes, I guess. Hey, hoi, dit is weer een video van je boy Tom. Druk alvast op like. Misschien is het niet zo'n goed idee als ik YouTuber word. Nee, dat gaat hem niet worden. Maar goed, het plan is er. Ja, wat zou ik doen als Gamersnet zou verdwijnen? Voor mij betekent dat een zwart gat, want Gamersnet love Gamersnet live. En dat vervang je niet zomaar met een ander baantje. Toch denk ik dat ik bij redactioneel werk zou blijven, omdat dat wel is waarvoor ik gestudeerd heb. En je moet toch wat. Dus doen waar je goed in bent. En ja, mij lijkt dus redactioneel werk. Maar waar, dat zou ik niet kunnen zeggen. Het lijkt mij best wel saai om op een redactie te komen die niet bezig is met iets van entertainment. Of ja, games zijn natuurlijk entertainment. Maar bij een saaie nieuwsredactie, daar zie ik mezelf echt niet zitten. Verder, ik heb wel eens met school overwogen om een workshop te gaan geven. Daar heb ik al vaker met leraren over gepraat. Ik heb dat natuurlijk al besproken. Ik heb al vaker voor de klas gestaan. Dat lijkt me leuk om te doen. Maar
ja, verder, ik denk toch wel redactioneel werk. Laten we eerlijk zijn, ik hoop niet dat GamersNet verdwijnt. En dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Bedankt voor deze emotioneel beladen vraag. Want ja, wat zou je doen als GamersNet niet meer bestaat? Of als GamersNet failliet gaat? Dat is denk ik echt een terugval voor allen van ons. Ik denk dat iedereen dan gewoon de eerste tijd depressief is en uitkering aanvraagt. En... Nee, maar ik denk dat het best wel heftig is. Zeker voor de mensen die een contractje hebben en zo. Het wordt best wel pittig. Games is natuurlijk wel een onderdeel van ons leven. Zeker voor de mensen die al best wel lang bij de site zitten. Zoals Tom zit natuurlijk al super lang. Maar ik zit er inmiddels ook al bijna 8 jaar. Ja, ga je dan op zoek naar een andere website misschien? Maar ja, welke website is er net zo leuk als GamersNet? Dat bestaat sowieso niet. Ja, ik denk dat ik wel in de game-industrie blijf. Want goed, ik ben natuurlijk nog met mijn scriptie bezig, dus ik ben aan het afstuderen. En of ik dan überhaupt daarna bij GamersNet terechtkom, dat is natuurlijk maar de vraag. Oftewel, genoeg budget is om mij uit te betalen, dikke monies. Dus ja, misschien moet ik sowieso op zoek naar een andere baan en dan blijf ik GamersNet ernaast doen. Maar stel dat GamersNet helemaal niet bestaat, ja, dan is het inderdaad wel een ding of ik dan ten eerste nog wel zeg maar in de journalistieke kant van de game-industrie blijf of dat ik, dat ik misschien wel bij een uitgever ga beginnen als PR of marketing. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen, voor mij ook wel een soort van een klap is in het begin. Dat gaat denk ik ook wel echt even duren voordat je daar overheen bent. Maar laten we natuurlijk hopen dat GamersNet alleen maar groeit en alleen maar uitbreidt. Maar ja, als GamersNet dus weg is, iets anders in de game-industrie. Ik vind dit gewoon een hele leuke industrie om in te blijven werken, dus kom op met jullie banen, uitgevers. Kom maar. Ja, dus dat. Nou, dat deed pijn, maar goed, het is het worst case scenario. We hopen natuurlijk dat GamersNet er altijd nog zal zijn, tot in de oneindigheid. Misschien overheersen we de wereld juist wel en misschien worden we al de grootste van Nederland. En daarvoor hebben we natuurlijk jullie ook nodig. Dus bedankt dat je kijkt naar deze video en dat je GamersNet in leven houdt. Ik hoop dat jullie ons een warm hart toedragen, zodat we kunnen blijven doen wat we zo tof vinden om te doen. Heb je zelf nou ook een leuke vraag voor de redactie voor volgende week, mits GamersNet dan nog bestaat? Anyway, laat hem dan weten in de comments, want we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe vragen om te beantwoorden in een nieuwe goede frag. Without further ado, ik was Tom voor GamersNet.nl, hopelijk nog heel lang. En tot snel op de website, die we hopelijk ook nog zeer, zeer, zeer lang in leven mogen houden. Met jullie hulp en jullie gezelligheid. Waarvoor dank. Doei.